Het is ergens in de verre toekomst en 5 ruimtevaarders zweven doelloos door de ruimte. Hun ruimteschip is ontploft en ze zijn naar buiten geslingerd. Maar gelukkig hadden ze hun ruimtepakken aan en leven ze nog. Om voor hun onverklaarbare wijze worden ze heen en weer geslingerd tussen het heden en verleden. Hoe zit dat? En weten ze te overleven? Het web uit 1985 is geschreven en getekend door Dick Matena. Hoewel, ik heb het al vaker gezegd, science fiction niet echt mijn ding is, vind ik dit toch een zeer origineel en leuk verhaal. Het verhaal is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt de familiegeschiedenis van een astronaut. En dan is er natuurlijk een apart hoofdstuk voor de ontknoping. Wat mij vooral aansprak toen ik deze strip doorbladerde, was dat een van de astronauten terug wordt gebracht naar het slagveld van de Eerste Wereldoorlog. Dat is namelijk de periode die mij erg interesseert. De realistische tekeningen van Matena vind ik weer subliem getekend, maar daar mogen jullie zelf over oordelen. Misschien moet ik mijn visie over science fiction strips bijstellen en mijzelf omdopen tot sci-fi liefhebber. Ik ben nu toch al aardig wat pareltjes in dat genre tegengekomen. En is het niet zo dat je in elk genre goede en slechte verhalen hebt? Het web vind ik dus zeker een aanrader.